Mijn papa, die is een paar vijzen kwijt. Allee, dat zeggen ze toch. Zoe. Zoe. Kom maar roepen. 3 weken geleden werd hij nog op de bank. Toen heeft zijn rekenmachine hem iets duidelijk gemaakt. Deugeniet, hè. Dat zit hier een grote deugeniet, hè. Ik heb ontslag genomen. Ontslag? Nog nieuws? Ik heb een keer nagedacht over mijn professionele situatie. Zwijg erover. Papa wordt acteur. Huh? Acteur? Ja, je gaat mij binnenkort op de planken zien. Huh? Wat voor planken? Hij gaat je compleet belachelijk maken. Papa is niet belachelijk. Zelfs als alle Vlaamse acteurs gelijk doodvallen, hè, dan nog gaan ze papa geen rol geven. Theater? Waarom niet een opera? Zo is 12 omdat er een kop zat. Misschien moet er niks zijn aan de rest. Ja. Wat vind je? Burn-out, 100% zeker. Kan iemand eens hier normaal doen? We moeten nog een beetje schikken. Zeg, proficiat, hè? Heb ik u zien spelen in de nieuwe Star Wars? Of heb ik het gedronken? Ik heb een rol. Shakespeare, Molière, Tsjechov, hè? Nee, een sausis. Nee, vind je? Een volwaardige vleesvervanger. Papa, kom maar sneller. Blijf jij maar hier. Misschien zoeken ze nog een visstick of een kaaskroket.